Een 58-jarige politieagent uit Harlingen heeft zaterdag buiten diensttijd onder invloed van alcohol een frontale botsing veroorzaakt op de Koningsbrug in Harlingen. Zijn auto kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste tegen de hem tegemoetkomende auto van een gezin uit Franeker. De 29-jarige automobilist uit Franeker is ter observatie in het ziekenhuis in Leeuwarden opgenomen. Zijn 27-jarige vrouw en de kinderen konden na onderzoek naar huis. De Harlinger was op de verkeerde weghelft beland. Hij bleek met 875 UGL, bijna 2 promiel, onder invloed van alcohol. Dat is 4 keer het maximaal toegestaande promillage. Tegen hem werd procesverbaal opgemaakt en een intern onderzoek gestart. Zijn rijbewijs is ingenomen. Volgens de door justitie gehanteerde regels geldt voor dit promillage een boete van €900 en 9 maanden onvoorwaardelijke rijontzegging. Maar je mag verwachten dat de voorbeeldfunctie van een politieambtenaar in de strafplaats zal worden meegerekend.